Dus bij Immens, wij zijn een thuiszorgorganisatie met 12.000 medewerkers en 100.000 klanten. Wij doen alles van gezinszorg, dus zorg aan huis, tot ook thuisverpleging. En daarbij begeleiden we ook diabetespatiënten. En het is eigenlijk voor die diabetespatiënten dat we dit project gestart zijn. Omdat we merkten dat de diabeteseducatoren, dat zijn de thuisverplegingen die de diabetespatiënten begeleiden aan huis met diabeteseducatie, we merkten dat dat niet efficiënt of goed verliep. Vandaar dat we gingen kijken, van, kunnen we die patiënten tools in handen geven of instrumenten in handen geven om eigenlijk zelf hun gezondheid op te volgen en via een centrale hen eigenlijk 24/7 te volgen en advies te geven wanneer nodig. Hybride Zorgpad is eigenlijk opgestart geweest in de maand januari 2023. En Immens doet dat eigenlijk samen met dus eigenlijk een aantal partners, zoals de Comar, ZPlus en de Diabetesliga. En met dus eigenlijk het project proberen we dus eigenlijk na te gaan of dat dus eigenlijk het hybride werking dus eigenlijk effectief toepasbaar is bij dus eigenlijk de diabetespatiënten. Comar is een internationaal IT-bedrijf met een sterke focus op digitalisering in de zorg. En Immens is een tijdje geleden naar ons gekomen met het plan om een klinische studie op te zetten voor het thuismonitoren van patiënten met diabetes type 2. Het doel hier is echt om mensen meer inzicht te geven in hun aandoening en om echt controle te geven over de ziekte. We waren meteen zeer enthousiast en zijn ook meteen aan de slag gegaan samen met de zorgverleners en onze Comar Building Blocks. En op deze manier hebben wij een ideale applicatie kunnen samenstellen voor de patiënt. De applicatie die HomeHealth noemt in combinatie met het eCare platform, wat de interface is voor ZPlus, heeft er eigenlijk toe geleid dat we het hele project zijn kunnen starten binnen enkele weken. ZPlus is een zorgcentrale die dienstverlening doet op vlak van personenalarmering, zorg op afstand en telemonitoring. Verpleegkundige operatoren volgen de meetwaarden op, analyseren deze en zullen een gepaste actie ondernemen indien dit nodig is. Dit project is een heel mooi project dat ervoor zorgt dat mensen met diabetes hun zorg beter in eigen handen kunnen nemen. En ze worden daarbij professioneel ondersteund door de mensen van Immens en dergelijke. Via die app kan ik alle dagen zien wat dat er moet gebeuren. Op een heel eenvoudige manier maken zij u duidelijk wat dat moet doen. Alles loopt automatisch, dus je moet er eigenlijk niet veel aan doen. Dat is voor mij een redmiddel. Sinds dat ik daarmee bezig ben, voel ik me ook stukken beter. Immens als zorgorganisatie was eigenlijk op zoek naar dus eigenlijk een app. En daarbij zijn we dus eigenlijk de samenwerking aangegaan met dus eigenlijk de firma Comar. Comar is een gebruiksvriendelijk platform waarbij dat er een dashboard aanwezig is met de kritische en belangrijke meldingen. Waardoor dat de verpleegkundige operatoren in één oogopslag zien welke meldingen dat ze prioritair moeten behandelen. Met dit project willen we aantonen, kunnen we patiënten gezonder houden en beter begeleiden. Dat kunnen we ook gaan toepassen op andere aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan diabetes type 1, we werken nu enkel met type 2. Denk aan cardio, denk aan langdurig longlijden of andere chronische aandoeningen waarbij het zin heeft om de patiënt zelf parameters te laten opvolgen, te interveneren wanneer nodig via een centrale op afstand en dan de zorgverleners effectief aan huis te sturen voor extra begeleiding.